kijkers en ook iedereen uit het groetje Minecraft Survival aflevering. In deze aflevering gaan we gewoon weer verder. En ja, ik heb deze afschijn al wel een beetje weer gewerkt, maar eerst die persoon die op het bord komt. En die reactie komt ook in beeld. Iets. Oh, maar. Voilà, gefeliciteerd met de plaats op het bordje. En nog een reactie in beeld. En die komt nu in beeld. En die zei: mag ik een tent? En natuurlijk mag je een tent. En die tent heb ik daar gebouwd. En mijn bedoeling is dat later ineens in de toekomst dit bord zal verdwijnen. Geen zorgen. Jullie krijgen, alle kijkers krijgen elk hun eigen tent. Dus er komt ook een tent van Brent en zo. Een tent van Fury, Acropolis en zo. Iedereen krijgt zijn eigen tent. Maar het lijkt me leuk om met deze persoon te beginnen. En ja, ik moet hier even een betere vloer gaan maken. Misschien even het geluid ook wat zachter zetten. Zo. En ja, ik hoop dat jullie heel erg tevreden zijn met dit plan. En de vorige keer vond ik het best wel interessant, want toen had ik al een beetje gepraat over de ruimte en zo. En ja, dat lijkt me wel leuk om opnieuw te doen. En ik heb hier ook even een offscreen, heb ik ook even een schapenfarm gemaakt. Dus dat ik zo dat wel kan gebruiken daarvoor. Want ja, dat had ik niet echt zo zien in een aflevering te doen, heb ik maar offscreen gedaan. En ondertussen kan ik ze dan ook maar riskeren. En de seeds moet ik bewaren, want daarvoor moet ik de kippen eten geven, dat moet ook gebeuren. En ja, we hebben in totaal hebben we ongeveer 8 planeten in onze zonnestelsel. En ja, de aarde is daar natuurlijk één van. En je hebt ook in onze zonnestelsel heb je ook een soort van asteroïde gordel. En alle planeten die binnen tussen de zon en de asteroïde gordel liggen, zijn binnenplaneten in ons zonnestelsel. En alle planeten die buiten de asteroïde gordel zitten, zijn buitenplaneten. En we kunnen ook zo wel zien dat de asteroïde gordel ligt tussen de planeten Mars en Jupiter. En alle planeten die na de asteroïde gordel komen, zijn allemaal gasplaneten. En ik plek vinden voor de volgende tent. Ik denk dat hier wel een mooie plek is. Wacht, even hier even een mooi screenshot misschien voor de mail. Wacht even. Hier allemaal, hier maar eens een screenshot van. Heb je allemaal een screenshot getrokken? Ik hoop van wel. En maar ja, we gaan gewoon weer verder. En het lijkt me leuk om eerst over de planeten te gaan praten, want wist je dat de planeet Jupiter in totaal heeft die, momenteel hebben ze bij de planeet Jupiter meer dan 63 verschillende manen ontdekt. En ja, Jupiter heeft heel veel manen en de meeste, er is ook zo'n maan. En ze geven die naam, manen dan ook een naam. En er is zo'n maan die ook noemt Europa. Dus dat is ook wel, dat is wel grappig dat ze die Europa hebben genoemd. En de bekendste maan is Io. En Io is, dat is een beetje een planeet waar, door een maan waar echt heel veel zwavel is. Want er waren ooit deze vulkanen en die vulkanen die zorgden natuurlijk voor zwavel. Kon het heelal te ontstaan door een oerknal. En uiteindelijk is het dan echt, eerst was het heelal echt heel erg klein. Dan is dat echt enorm echt gaan uitzetten. En de temperaturen daalden toen echt heel erg snel. En dan zijn er gaan protonen en neutronen gaan vormen. En dan kwam ook de eerste stof. Dat was denk ik helium en iets met waterstof en zo, als ik me niet vergis. Maar ja. Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar ik denk dat ik ook stil aan de aflevering zal eindigen. Dus ik hoop dat jullie deze aflevering toch wel genoten hebben. En dat jullie ook een beetje interessant verhaal vonden dat ik vertelde. En dan eindig ik hier de video. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze video. En ja, geef deze video een like zeker. En ja.
deel dat met al je vrienden als je hem leuk vond. En later.